Ik denk dat het wel handig is om even te laten zien van wat zijn dan inderdaad die symptomen. We hebben net al wat aangegeven. Hoe zouden mensen die zelf kunnen herkennen? Kijk, zoals je op het eerste plaatje ziet, dan zie je eigenlijk de hoopjes die echt op het houtwerk liggen. Ja, dat is dan van wat hout wat daarboven heeft gezeten en dat valt dan? Nee, wat je op het eerste plaatje ziet, dat is hout waarom die zeg maar naar de oppervlakte toe gaat. Hmm. Dus die duwt eigenlijk de boormeel er aan de bovenzijde uit, waardoor okay. Tot je een hoopje krijgt zeg maar, op het hout. En als je naar het tweede plaatje kijkt, daar zit het echt in het hout. En dan valt het eigenlijk naar beneden. Dus dat noemen we eigenlijk een boormeeltraan. En eigenlijk op het onderste plaatje wat je ziet, daar zie je echt de uitvliegopeningen. Dus dat zijn echt de gaatjes. En daar komen dus de volwassen exemplaren komen eruit. En dit is dan van de houtwormkever. Maar stel nou, ik zie van die gaatjes. Dat zou in theorie ook kunnen betekenen dat het al heel oud is en al behandeld is. En hoe kom ik er dan achter of dat wel of niet actief is? Kan ik dat zelf zien? Ja, dat is relatief lastig. Wij zullen altijd adviseren om er een expert naar te laten kijken, omdat het toch wel een specialistisch vak is. Wij kunnen aan de kleur van de uitvliegopening bijvoorbeeld zien hoe dat, of dat het eventueel wat ouder is of dat het wat nieuwer is. Maar we kunnen ook wat monitoringstechnieken toepassen. Dus dat betekent dat we gaan markeren. Of tape of papier over de uitvliegopeningen plakken. En in hele enkele gevallen zullen wij een elektrische insectenvanger inzetten om de volwassen exemplaren af te vangen. Ja. Maar daar heb ik nog niet zulke hele goede ervaringen mee. Wat een andere optie is om foto's te maken. Dus op een duidelijke plek van oké, ik ga hier een goede foto maken. En dan op diezelfde plek nog een foto maken, naast elkaar leggen, vergelijken. Kijken oké, wat is er aan de hand? Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje, kijk, wat je ook zou kunnen doen, wat wij ook best wel regelmatig adviseren, is op het moment dat wij het niet helemaal zeker weten, is dat wij adviseren om het jaar erop terug te gaan en dan weer op locatie te gaan kijken. Bijna alle houtnaantasten en insecten die hebben een uitvliegseizoen. Dat uitvliegseizoen is van mei tot en met augustus. Dus dan zie je ook weer de nieuwe symptomen, de nieuwe borenmeelhoopjes en dat soort dingen. Dus als je dan goed schoonmaakt, zorg dat het gewoon netjes is. En je wacht dan eigenlijk die periode af, kun je daarna heel goed zien of tot er activiteit in zit of niet.